Goedemorgen, geacht Tweede Kamerlid. Ik ben Wanda de Kanter, longarts in het Antonie van Leeuwenhoek. Ik zie al 30 jaar patiënten die ziek zijn geworden door roken met longkanker. Na 5 jaar is de grote meerderheid overleden. Wist u dat 2 van de 3 kinderen die 1 sigaret probeert een dagelijkse roker wordt? En wist u dat 2 van de 3 dagelijkse rokers aan het roken doodgaat? Zorg dat kinderen niet verleid worden. Zorg dat de verkooppunten, de 60.000 verkooppunten, omlaag gaan. En zorg ervoor dat de prijs elk jaar, niet eenmalig, elk jaar 10% wordt opgehoogd. Als die 2 belangrijkste pijlers voor het preventieakkoord, als die in het preventieakkoord komen, dan gaan we echt iets bereiken. Laten we volgend jaar meten of er minder kinderen per dag beginnen. Hartelijk dank!